allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Zoals je kunt zien in het kweekhok hangt de lamp erin en die staat aan. Dus dat betekent dat we de voorbereiding gaan treffen voor het kweekseizoen. Dat betekent dus ongeveer de eerste 2 weken voordat we gaan koppelen doen we de lamp aan tot 14 daglichturen. En daarna gaan we koppelen. Dus de koppeldatum wordt 27, 28 december. Het is dan ook volle maan, dus wie weet lijkt dat nog positief voor ons. Dus dat zullen we gaan zien. Deze die we hier hebben is de zwarte natuurlijk scherers van gamberen duif. Deze zullen we op de zwart-witte doffen zetten. Een mooie gebouwde vinnetje. Er is wel een mooi oog in. Dus kijken of het dat zijn vruchten gaat afwerpen. De doffer, of tenminste de vin die we eerst op de doffer hadden, die is er niet meer. De twee jonkies die eruit komen ook allebei niet meer. Dus deze heb ik nog weer van Klaas Schipper gekocht. Samen met zijn nestmaat, alleen deze nog over. En die heeft, ik dacht, alle jonge duivenvluchten gehad. Dus we zullen zien wat die als jaarling eventueel nog zou kunnen doen. Mooi kleine vinnetje vergeleken met de doffer die ik heb, is dit toch wel een kleine duifje. Dus op zich groot, klein, is natuurlijk ook wel goed. Er zit verder een mooi vleugel in. Dus we zullen zien wat we uit die koppeling kunnen halen natuurlijk. Dit is de 909. Misschien nog wel een kleine kans dat het een doffer is. Mooi vleugel. Er zit ook een mooi oog in. Volledig verkenningscirkel. Dus dat is wel mooi. Verder een mooi duifje in de hand. Is natuurlijk een... Een jongen uit de 609 met de 651. Dus we zullen zien wat die eventueel nog kan doen. Waar deze op gaat weet ik nog niet. Ik ga zondag natuurlijk met opa kijken. En dan zullen we zien welke koppels we gaan vormen. De lampen die ik heb hangen trouwens is gewoon, gewoon simpele LED verlichting. Een LED balk zeg maar. Het is niks specifieks, true light of weet ik veel wat. Het is gewoon, volgens mij warm wit of koud wit. Ik heb het geen idee eigenlijk. Het is niks bijzonders eigenlijk. Dan hebben we hier de 976. Dit was als jonkie mijn beste vorig jaar. En deze heeft natuurlijk ook op de derde teletext doffer gestaan. Die derde teletext vloog op Helmstedt. En een jonkie eruit, dat is de 115, dacht ik zo, die zal ik zo wel even laten zien. Die komt natuurlijk hieruit en die deed als jonkie ook heel best. Dus ik denk dat ik deze daarvan weer op dezelfde doffer zet. Maar dat gaan we zondag nog wel even afwachten. Mooie daarvan, deze altijd, elk weekend kogeltje rond, hij is nou ook kogeltje rond. Niet per se dik, misschien wel een beetje. Ze zitten nog steeds op één keer daags voeding. Ik begin nou wel wat meer kweekvoeding te geven natuurlijk. Dat we richting het kweekseizoen gaan. Wat over 2 weken natuurlijk gaat gebeuren. Dus we willen wel ze wat extra meegeven. Deze heeft ook een mooie volledige verkenningscirkel. Mag ik toch graag zien. Nou, dan hebben we hier de 911. Deze zat volgens mij ook wel een keertje op tijd. Hoe en wat precies, dat weet ik even niet meer. In ieder geval een van de betere jonge duiven was dit. Staat nog, de laatste pen komt door. Dan is hij ook klaar. Dus met 2 weken dan zullen de duiven haast wel volledig klaar zijn. Deze heeft hij geen volledig verkenningscirkel, maar wel voor een heel deel. Wel een mooie grote duif. Misschien ook nog wel ietsje te dik. Dus ik moet een beetje wat rustiger gaan voeren. Dat, het niet, dat ze niet te zwaar worden, want dan is het natuurlijk ook negatief voor het kweekseizoen. Dus dit is de 911, die komt trouwens uit 823 keer 176, waar ook natuurlijk die goede doffer uit kwam. Dus ja, dat is deze duif in. Dit is de 915, dat was de jong wat uit die het 976 kwam. De krasduifin die ik één duif hiervoor liet zien, niet hiervoor, maar daarvoor. Die zat natuurlijk met haar vader is derde teletext op Helmstedt geworden. En deze, volgens mij had ze een top 100 notering. Maar het kan ook wel top 150 of 200 zijn, ik weet het niet. In ieder geval wel redelijk goed.
tegen, voor mij was het iets van 14.000 duiven of 18.000 duiven, dat weet ik even niet precies meer. Maar in ieder geval, ja, mooi als jonge duif. Was eigenlijk ja, wel vaak en vooral op de wat langere afstand. Het is natuurlijk ja, over het algemeen allemaal dagvondsoort wat ik heb. Dus dat is ja, waar ze toch straks op moeten gaan doen. Deze staat nog op 1 oude pen. Het zijn natuurlijk verduisterde jongen, dus ja. Deze heeft ook nou, zo goed als een compleet verkenningscirkel. Dus dat is ook goed. Met een heel mooi ja, stabiel gebouwd duifje, heel sterk. Dus ik hoop dat deze als jaarling ook wat mooie dingen gaat laten zien. Nou, dit is de 917. En die komt, dacht ik, uit de 160 keer de... Voor mij was de 415, in ieder geval een dochter uit de 609. En deze heeft ook een heel mooi oog. De laatste pen komt bijna door. En deze die, nou ja, lijkt eigenlijk sprekend op de moeder. Dus we moeten wat voorzichtiger zijn met de havik van het voorjaar. En dan hopen dat hij dat overleeft en dat hij mee kan op de vluchten. Ik denk dat dit tot nu toe nou ja, de mooiste jonge duif is die ik heb. Qua bouw en ook nou ja, hoe die vloog. Niet per se heel vroeg, maar wel een aantal keren in de punten en wel goed erbij. Dus de 917. Nou, wie ook nog een aantal kweekduivinnen zitten, die komen verder niet buiten. Deze heb ik natuurlijk van Wilco Boltjes. En hier ook de lamp hangen. En dan gaan we naar de doffers. Daar natuurlijk de zwart-witte. Daar is de 901. Een jong van de 609. En daar de 823 natuurlijk. Ik zal even de tijdschakelaar inschakelen. Omdat het lamp ongeveer tot... 10 uur aan blijft. En dan ga ik even uitrekenen hoeveel, ja, hoe laat hij 's ochtends aan moet, zodat het nou ja, met de uren natuurlijk goed komt. Dus dat gaan we even doen en dan is het ook weer klaar voor vandaag. Vond je het nou een leuke video? Dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Dat kun je onder doen. Dan zie ik je bij de volgende video. Doei!